Zo kennen we de Griente Tuin, achter hoes of in een volkstuin, meest op het platteland. Het project Urban Farming houdt in dat er ook in de stad grienten verbouwd worden. Vlakbij dat de mensen wenen en werken, in of op een gebouw dus. Een dak gaan we maken, waarop wij allerlei onderdelen gaan bouwen en gaan we op afschot leggen, zodat het water er doorheen loopt. Dat we eigenlijk een situatie simuleren die straks in het daadwerkelijk ook ergens op een plat dak, groot of klein, kan worden gebouwd. Maar ik verticale tuin, die het vanzelfs heel een dal net volle rondte innemen. Gewoon tjenne moren oan. In de plantenkosten bij de mbo-opleiding van Noordwin rint een experiment. Dit is eigenlijk een van onze eerste demo's over vertical farming. Dus dat is eigenlijk verticaal plantengroeilitten. Dit zijn alle griëntes. Dit is munt. Hè? Dus voor de verse muntthee. En dan kun je eigenlijk op een hele efficiënte manier de ruimte gebruik van maken. Nou is het maar 12 vierkante meter, maar dan kun je begrijpen, als dat opschaalst en dan doet dat aan de zijkant van een gebouw of op een gebouw of in een gebouw, dan kun je op een hele creatieve manier dus als stad bijdragen aan een stukje voedselproductie. Zo wordt de ruimte van leegstaande gebouwen goed benut, komt er meer groen in de stad en komen stadsbewoners dichter bij de natuur. Het project Urban Farming past heel goed bij Ljouwert Culturele Haardstad 2018. Het thema van de culturele hoofdstad is de Mierskip. Dus en daarin leggen wij niet alleen, maar met een aantal mensen in het team van Farm of the World de verbinding met het platteland. Het platteland is ook een belangrijk onderdeel van ons project. De binnen Neffens Achterbos genoeg lelijke leegstaande gebouwen in Ljouwert. Hij had al wat op het eeg, maar wordt daar in verband met de onderhandelings nog niet toe kwiet. En Jesse hoe de Griënten zeker goed groeien willen.